For my mama live ở land. That land that is fell hope. In to come for kinderen and for clan kinderen of groeien. Ja. Dus je zegt dat je nu in de lente leeft omdat je heel veel hoop hebt. Yes. Voor je kinderen en je kleinkinderen. Yeah. En wat hoop je precies voor je kinderen en kleinkinderen? Mama hoop voor mijn lieve dochter is in de toekomst getrouwd heb en ook kinderen krijgen. Dat mama vindt lieve kleinkinderen. Omdat mama heeft enige dochter heb. Mama wens, ja, dat mama wens. Ja, dankjewel. En daarnaast zei je, je hebt er net al, ja, voordat de kamer aanstond ook nog gezegd dat je in de lente leeft, maar ook tegelijkertijd in de winter. Ja. Omdat in de winter, mama ook hou van de winter. Omdat deze seizoen mama ook leven om te missen. Voor ouder, voor opa, jouw oma. En hier, wij wonen hier en in de Turkije. En wij ook deze seizoen mama ook missen van papa, mama Smith. Deze tijd ook waarom voor ons gezin, maar nu niet meer, ja, leven. En opa, oma ook niet meer, daarom elke jaar ook deze winter. Mama, ja, vind het leuker om te missen. Soms ook doet pen in binnen, maar mama vindt ook leuker om komen de kerk mis op, mis. Op nieuwjaar kom, ja. Mama om de gelegenheid terug over het verleden, mama leven. Teruggaan naar het verleden. Ja. En misschien met missen bedoel je, met naast missen bedoel je ook herinneren, ja. En gedenken, ja. Terugdenken aan. Ja, aan opa, oma en papa, mama Smit. Ja. Dat is de mooiste tijd in mama leven. Yeah. Mam, ik denk dat ik in de lente van mijn leven zit. En ik vind het moeilijk om het uit te leggen waarom eigenlijk. Ik denk eigenlijk omdat ik nog niet het gevoel heb dat ik helemaal volledig tot bloei ben gekomen. En in 2011 lijkt het wel dat ik eigenlijk voor het eerst van mijn leven eigenlijk, ja, het leven door nieuwe ogen, ja, dingen bekijk. En ik proef ook heel veel nieuwe mogelijkheden die uiteindelijk, ja, begin, ja, aan het eind van 2011 en begin 2012 zal uitgroeien. Dat gevoel heb ik gewoon. En ja, een nieuwe baan, nieuwe mensen om me heen, een nieuwe liefde. Dus ik zit echt in de lente van mijn leven voor mijn gevoel. Ouder worden, weet je, mama bang voor ouder worden. Niet zo precies leuk, maar dat komt het leven, dat zo. De lifestyle, ja, dat zo. Moet accepteren, maar ook leuk ouder worden, dat ben ik niet. Oh, je vindt het helemaal niet leuk om ouder te worden? Nee. Omdat mama bang voor, omdat opa, oma niet meer heb. Ja. En mama is de oudste. Ja. Oudste, ja, mijn karakter ook. Oudste, is de, mama viel, is een beetje kleiner. Naar haar gezin en is het probleem met bij opa, oma ook een beetje praten, ook een beetje oude zus, ook oude broer. Yeah. Maar nu de leeftijd ouder, ja, ik ben alleen de oudste.
Ja, daarom soms een probleem ben heb gewoon biết định mà niemand delen. Wat men problemen ben heb ít sau là alleen biết định mà niemand met mij delen. Omdat het ouder worden kan niet met ja. En je hebt net verteld over de minder leuke kant van ouder worden, dat je de oudste bent binnen de omgeving, in de familie. En dat je soms zorgen hebt en dat je met dat iemand wil delen, maar je bent de oudste. Maar kan je het ook met een jonger iemand delen? Zoals met mij? Of met iemand anders die jonger is dan jij? Kan dat? Kan wel, maar... Ja, deze tijd kinderen ook, de jonge mensen ook, zoveel druk op eigen leven. Heb minder tijd voor ouderen. Niet voor mij, maar bijna iedereen, ja, ook Nederland ouder, ook zij zo zeggen. Kinderen hebben minder tijd voor ouderen. Oh. Ja. Ja, mama heeft veel collega ook lesbaar met mama ook zeggen, hè? Ook zullen ze. Ja. Mama Vietnamese, maar andere Nederland oude mensen ook gewoon zeggen, dat is zo. Ja. Ook zullen ze. Maakt het welke ras. Ja. Ik snap je. Jij, je bedoelt eigenlijk te zeggen van... Ouderen kunnen wel hun zorgen of hun falen delen met jongere mensen, maar jongere mensen hebben vaak geen tijd. Oftewel ja, de kinderen, die hebben op, druk. Eigen gezin, ja. Druk op, werk. Ja, altijd druk, druk. Oké. Okay. En oude mensen hebben veel tijd. Altijd klaar voor kinderen. Maar andersom, kinderen ook niet veel tijd voor moeder of vader. Ik vind het leuk om ouder te worden. Omdat ik elke dag steeds meer dingen leer. Van dingen om me heen. Van mensen om me heen. Ja, ik leer steeds meer van het leven zelf. Van de mensen zelf. En ook van mezelf eigenlijk. Dus ik vind het eigenlijk hartstikke leuk om ouder te worden. En ook om mezelf te bekijken in de spiegel. Letterlijk en ook via de ogen van anderen. Hoe ik elke dag... klein beetje groei en verander. Dus ja, ik vind ouder worden leuk. Steeds meer ervaringen en steeds meer mogelijkheden. Zo ervaar ik dat. Mama wens, ja, de laatste tijd, ja, mama wil even rondreizen. Ja, met mijn dokter. Als je tijd hebt en zo en ja, dat mama de laatste wens. Rondreizen? Ja, rondreizen. Met ja. Mij dus? Ja. En wat nog meer? Ja, en ook mijn dochter ook kutouw en ook toekomst met mooi klein kinderen. Dat is de laatste wens voor mama. Oeh, dat is een hele moeilijke vraag. wensen. Ik wens voornamelijk ja, heel veel liefde eigenlijk. Heel veel liefde voor mezelf. En heel veel liefde voor andere mensen. Voor jouw man, voor jouw pap. Voor de hele familie, voor de vrienden. Voor de collega's, voor de mensen. Alle mooie mensen die ik tegenkom en die ik nog niet ben tegengekomen. Dat is eigenlijk voornamelijk wat ik wens. En ik geloof heel sterk ja, dat we vanuit liefde heel veel mooie dingen kunnen creëren. Ja, en mama Ellen, ja, boodschappen voor kinderen als
kinderen, nog moeder, vader leven nog. En aandacht en veel even tijd voor ouderen, dat is belangrijk. Soms veel minder oude mensen ook voelen ziek, eenzamer. Mama verder in bejaardenhuis, ook oude mensen voelen ziek, erg eenzaam. Ja, daarom mama vindt het leuk om te daar werken met iemand liefde geven. Net als opa, oma en als, net als papa, mama, Smit. Omdat opa, oma en papa, mama, Smit niet meer leven. Ja, dat bedoel mama wil graag met vrijwillig werk voor oude mensen. Dat mama vindt erg leuk. Tot de laatste dag wanneer mama nog gezond ben. Ja. Dankjewel, mama, voor je tijd. Dankjewel. Ja, als boodschap, omdat we aan het eind van 2011 zitten, wil ik als boodschap meegeven aan alle mensen, zeg maar. Ja. Geef heel veel liefde aan jezelf. En vanuit die liefde geef ook liefde aan de ander. Dat is het mooiste eigenlijk wat je aan jezelf en aan de ander kan geven. Mm. En ik heb verder niks toe te voegen eigenlijk. Dat is mooi.